die de voorbije dagen langs de Pierre Cornelius Kaai in Aalst wandelde, heeft het misschien al opgemerkt. Sinds kort liggen daar twee evangelieschepen. De evangelieboten die deze zomer Aalst aandoen, kaderen in het project Lees voor je leven. Met dat project wil de Belgische evangelische zending, dat is een afscheuring van de protestantse kerk, mensen laten nadenken over het geloof. Op deze boot verblijven de bewoners, momenteel zijn dat er een 15-tal, onder meer uit Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. In de Ark is er dan weer een grote ontmoetingsruimte ondergebracht en er is zelfs een koffiebar voorzien. Kinderactieweek is een initiatief van de evangelische gemeente Aalst. Aan de Pierre Cornelius Kaai in Aalst liggen twee boten aangemeerd, de Ark en de Ebenezer. Aan boord organiseert de evangelische gemeente Aalst een kinderactieweek rond Bijbelse verhalen. Nog de hele week lang kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar er luisteren, knutselen en zich uitleven. Zo'n 20 kinderen zongen er alvast lustig op los vanmiddag. Wie dacht dat werken rond de Bijbel per se saai is, heeft het mis, zeggen de organisatoren. Tijdens de vakantie openen heel wat speelpleinen hun deuren om kinderen op te vangen. Maar deze ouders kiezen bewust niet voor een gewoon speelplein. You're the king of these people. You're the lord of this nation.